In de derde aflevering van de serie Het leven van Giet Jaspers, vanavond zijn gedenkwaardige periode in militaire dienst. Er zijn twee soorten mensen, vertellers en luisteraars. Giet Jaspers, die ik voor het eerst heb leren kennen toen we samen op de Filmacademie in Amsterdam zaten, in het begin van de 60e jaren, behoort duidelijk tot de vertellers. Ikzelf hoor bij de luisteraars. Vanaf de eerste schooldag voerde Giet Jaspers het hoogste woord. Toen al hing ik aan zijn lippen en moest erg vaak erg om hem lachen. Na de Filmacademie hebben we vrijwel nooit meer contact gehad. Vanuit de verte volgde ik Giets carrière als televisiemaker. Honderden programma's maakte hij met mensen als Ruud van Hemert, Wim T. Schippers, Sonja Barend, Berend Boudewijn en Paul Hanen. Verder was hij speelfilmproducent, televisiepresentator en zakenman. Een paar jaar geleden kreeg Giet Jaspers een wekelijks radioprogramma, Ontmoeting in de Natuur, bij de VPRO. Via mijn autoradio hoorde ik in 1994 rijdend de weg van Purmerend naar Amsterdam tijdens de uitzending van het programma dat zijn einde nabij was. Na 30 jaar en nog steeds een hartstochtelijk luisteraar nam ik weer contact met hem op, in de hoop dat hij nog tijd en kracht genoeg zou hebben om het verhaal van zijn bewogen leven aan mijn camera toe te vertrouwen. Giet, hoe ziek voel je je nou? Heel ziek. Heel erg ziek. En dat zie je niet aan me. Ik bedoel, als ik dat zou zeggen, ik zou helemaal... Mijn gezicht zou helemaal onder de zweren zitten, zou je het geloven. Maar dat is het verraderlijke van deze ziekte. Dat je echt... Je kan het eigenlijk niet goed zien aan iemand, hoe ziek dat hij is. Ik voel me nog geen 10% van degene die ik was. Ik kan moeilijk lopen. Ik kan, laten we zeggen, hooguit 20, 25 meter lopen. Staan gaat heel moeilijk. Na een minuut moet ik gaan zitten. Ik ben een gesloopt persoon. En het is heel moeilijk om bij jezelf af te vragen of je daar nou onder lijdt. Want je vergelijkt het altijd met de keren dat je nog zieker was. Dat je bijvoorbeeld niet uit je bed kon komen. Dat je al die dagen maar daar achter die rood-witte luiken lag ziek te zijn en zo ontzettend ziek. En nou zit ik hier en ik kan zitten en ik kan ook een stukje lopen en ik kan de duiven voeren en de kippen. En eigenlijk is het idioot. Toen ik gezond was, vond ik dat heel normaal en had ik er bij wijze van spreken geen tijd voor. En nu ben ik gewoon, als ik zoiets doe, zoiets kleins, onbenulligs, dan ben ik blij dat ik het kan doen. Ook als ik vertel, dan kost mij dat enorm veel moeite. Je moet je voorstellen, misschien ben je wel eens ziek geweest, en dat het je moeite kostte om te praten, omdat je zo moe was. Nou, mij kost het gewoon enorm veel moeite. Daarom kan ik dit maar een aantal minuten en dan moet ik weer uitrusten. Ik probeer mezelf steeds, wat ik dan noem, op te pompen. Maar je ziet, als je goed kijkt, kun je zien dat het me moeite kost om gewoon op tempo te vertellen. Ik krijg bijna geen adem meer en ik krijg gewoon overal last van dan. In de vorige aflevering van Het leven van Giet Jaspers vertelde Giet over zijn middelbare schooltijd en de HTS. De middelbare school werd een regelrechte ramp. Giet had het gevoel dat hij door helemaal niemand begrepen werd. Ook en vooral door zijn ouders niet. Daarna, op de HTS, liep hij na 3 maanden al weg om nooit meer terug te keren. Hoewel zijn vader hem nog tevergeefs met geweld probeerde terug te sturen naar die school. Ik moest wat gaan doen. Want ik zat nu niet meer op school. En ik wilde zo graag in militaire dienst. Om verlost te zijn van mijn vader. Om verlost te zijn van de omgeving waar ik maar niet aarden kon. Om verlost te zijn van de mensen met wie ik niet praten kon. Maar dat duurde nog, want ik was pas 18 jaar. 17, 18 jaar. En in afwachting van een oproep voor militaire dienst ben ik toen bij een klein kantoortje gaan werken als technisch tekenaar. En ik had toen de merkwaardige gewoonte om
ook over die militaire diensten praten als iets wat een soort paradijs dat mij toeleek. En de mensen zeiden, wat raar dat jij zo verlangt naar militaire dienst. Ik zei, ja, er is maar één ding wat ik nog wil. Dat is in militaire dienst gaan. Want ik wist dat ik daar definitief kon breken met alles om me heen. En toen kwam de oproep voor de keuring. Ik moest in Roermond gekeurd worden. En ik zie me nog binnenkomen. Ik was toen 2,03 meter. Ik woog 68 kilo. En ik kom daar binnen. En die dokter die kijkt naar mij en die zegt, je hoeft je hemd niet eens uit te trekken, je bent afgekeurd. Nou, ik dacht dat de wereld in elkaar stortte voor mij. Ik zei, nou, dat vind ik niet goed. Dat vind ik helemaal niet goed, want ik wil goedgekeurd worden. Nee, zei hij, geen denken aan, iemand als jij komt er niet in. Terwijl de rest daar alle mogelijke moeite deed om uit militaire dienst te komen, was ik daar verschrikkelijk teleurgesteld dat ik er niet in kon. En ik ben naar huis gegaan in tranen, want ik zag mijn hele plan voor de rest van mijn leven in elkaar als in duigen vallen. En ik kom thuis en het eerste wat ik deed was een herkeuring aanvragen. En die herkeuring die heb ik gekregen. En die was in Maastricht. En toen ben ik uiteindelijk toch goedgekeurd. Dat wil zeggen, voorwaardelijk goedgekeurd. Want ze konden maar niet geloven dat ik graag in militaire dienst wilde. En toen werd ik voorwaardelijk goedgekeurd. Dat wil zeggen dat ik 3 maanden militaire dienst moest doen. En dan zou ik opnieuw gekeurd worden om te kijken of zo'n lang lichaam met zo weinig gewicht, of die de militaire dienst aankon. En vanaf dat moment stond eigenlijk de datum vast dat ik in militaire dienst zou gaan. En ik had een grote kaart op mijn kamer gemaakt met nog 80 dagen, nog 79 dagen, nog 78 dagen. Het was volkomen gekke werk. Er was niemand, denk ik, in Nederland die op dat moment aan het afstrepen was hoeveel dagen dat hij nog moest wachten tot hij in militaire dienst kon komen. En toen was eindelijk de dag daar. De dag van de bevrijding voor mij. De dag dat ik alles achter me kon laten liggen. En ik weet nog dat ik 's ochtends om 11 uur moest melden in de kazerne in Amersfoort. En zelden zal er iemand zo opgewekt, zo vrolijk, zo goed gemutst vertrokken zijn naar het legeronderdeel waar hij moest zich melden. Die ochtend om 10:30 arriveerde ik in Amersfoort in de kazerne waar ik zijn moest. En ik zie nog die grote kazernepoorten die ze vroeger hadden met die schildwachthokjes. En ik ging door die poort naar binnen en ik voelde het ook weer als een soort bevrijding. Ik liep de kazerneplaats op en achter me gingen de hekken dicht. En terwijl iedereen dat ervoer als een opsluiting, als een afsluiting, wist ik opeens, die hekken gaan dicht omdat mijn vader nooit meer bij me kan komen. En die soldaten, die staan er met die geweren voor als hij het waagt om in mijn buurt te komen. En ik vond dat zo'n heerlijke gedachte. Dat ik vanaf dat moment eigenlijk dat vaderbeeld, die angst, ben kwijtgeraakt. Ik ging in militaire dienst en ik moest na 3 maanden geherkeurd worden. En ik dacht, het zal me toch niet gebeuren dat ik afgekeurd word. Met het gevolg dat ik een overdreven militair werd. Ik poetste mijn schoenen, ik floot dat het een lieve lust was. Ik deed alles waar militairen een hekel aan hadden. Ik deed corvée goed. Ik herinner me nog dat we wel eens moesten lopen, marcheren. En dan ging ik fluiten tijdens dat marcheren, dat mocht. Maar ik floot zo vrolijk dat een sergeant naast me kwam lopen. En die zei, soldaat Jaspers, zou je in godsnaam even kunnen ophouden met fluiten, want ik word daar beroerd van. Maar ik bleef vrolijk. Ik dacht, ik wil niet afgekeurd worden. En toen kwam er eigenlijk een dag ik weet nog, wij stonden met bajonetten op de geweren, stonden we in te steken op strooien poppen. En ik dacht, laat ik dat in godsnaam ook weer goed doen. Doorsteken, fanatiek, anders word ik afgekeurd. En toen kwam er een soldaat en die zei, Giet Jaspers, die moet opnieuw gekeurd worden vanochtend. En met lood in mijn schoenen ging ik naar die herkeuring toe. En ze hebben me toen onderzocht
En ik was zo vrolijk over die militaire dienst. Ze zei, kan je goed meekomen? Ik zei, fantastisch. Nou, zei ze, dan ben je goedgekeurd. En ik kwam terug. Ze waren nog steeds met die bajonetten bezig. En ik zei, sergeant, sergeant, ik ben goedgekeurd. En die sergeant, dat weet ik nog heel goed, die keek mij zo moe aan. Die zei, nou, ga dan hier maar verder met bajonet vechten. En toen zei ik, ja, zei ik, maar ik ben een half uur weg geweest. Dat is 2 beurten heb ik overgeslagen. Dus mag ik nu 3 keer achter elkaar. En die man, dat begrijp ik nu pas, die dacht, dit is een gek. Met die man valt niet te praten. En die liet mij tot 3 keer toe met die bajonet inrammen op die strooien poppen. Na de hand werd ik overgeplaatst naar de legerplaats Nieuw-Millingen. De 128 TD Depot Compagnie. En ik denk dat ik hier de meest wonderlijke soldatentijd heb beleefd van alle soldaten in Nederland. Ik was ontzaggelijk naïef. En ik was ijverig. En ik deed dingen die gewoon niet voor mogelijk werden gehouden. Ik maakte liedjes over de militaire dienst. Ik maakte gedichten. Ik had een groot album waarin ik foto's plakte over de militaire dienst. En die sergeanten die om me heen waren, die werden helemaal volgens mij gek. Dat denk ik achteraf pas. Ik was gewoon een soort soldaat Schweik in dienst. En ik had geen enkel gevoel voor machtsverhoudingen. Ik zei tegen iedereen wat ik wilde en ik werd nooit gestraft. Ik werd steeds op rapport geroepen bij de grootmajoor, maar ik werd niet gestraft. Achteraf denk ik dat komt omdat ze het gevoel hadden dat die straf niet door mij begrepen zou worden. Ik herinner mij dat bijvoorbeeld op een gegeven moment wist het peloton, wij hebben hier de gek van de compagnie in huis en die mag alles. En dan wilden ze 's avonds naar het voetballen kijken. Maar om 7 uur ging deze deur, de deur van de kantine, ging op slot. En ze kwamen naar mij toe en ze zeiden, hé Lange, kan je die deur niet voor ons inschoppen? Want als jij dat doet, dan word je toch niet gestraft. En dan kunnen wij lekker naar het voetballen kijken. Ik zei, jongens, dat doe ik toch voor jullie. Dus ik zie me nog hier aankomen en ik maak een zwaai en ik schop zo die hele deur eruit. En die jongens allemaal lachen, hop naar binnen, televisie aan en kijken. En meteen daarop komt natuurlijk de officier van piket. Die had dat doorgekregen, die komt hier naar binnen. En die zegt, wie heeft godverdomme die deur ingeschopt? En zei, dat heb ik gedaan. En zei hij, jij gaat op rapport bij de majoor. En dat was de zoveelste keer dat ik op rapport moest en weer geen straf kreeg. Er was geen pijl op mij te trekken. Ik was bijvoorbeeld seksueel volkomen een onbeschreven blad. Ik wist niet waar het over ging. Ik wist niet wat masturbatie was. Ik wist niet wat gemeenschap was, de coïtus. Ik had er ooit van gelezen, maar ik begreep niet waar dat over ging. En ik herinner me ook goed dat 's avonds dan sliepen die jongens bij elkaar. We sliepen daar met een man of 20, 30. En dan tegen 10:30, dan was dat een geheig en een gedoe daar in die kamer. En had ik opeens bedacht iets leuks te zeggen wat ik niet begreep. En dat was altijd raak. Dan riep ik opeens, dan hoorde je dat gesteun en geheig. En dan riep ik, hé joh, kun je klaarkomen? En dan hoorde je die hele zaal, die lag zich kapot te lachen onder die deken. En ik wist niet wat ik gezegd had, maar ik wist wel, hier lachen ze om en hier word ik zeer populair mee. Behalve dan dat ik, denk ik, de meest merkwaardige soldaat in die tijd ben geweest, had ik ook nog de gewoonte om nooit naar huis te gaan. Geen enkel weekend ging ik naar huis. Ik had daar natuurlijk niks meer te zoeken. Ik voelde me hier veilig. Ik voelde me hier heerlijk, in alle vrijheid. En ik bleef hier de weekenden. En de legerleiding die smeekte me soms. Soldaat Jaspers, ga dan in godsnaam een keer naar huis. Want omdat ik de enige militair was die hier bleef, moest de kantine open blijven.
De keuken moest aangepast worden. Er moesten allerlei rare dingen gebeuren, omdat er een militair niet naar huis ging. Maar ik zei, nee jongens, het is hier prachtig. Ik voel me hier zo goed. Ik ga niet naar huis. En ze konden me niet dwingen om naar huis te gaan. En wat ik dan deed, was uitvoerige wandelingen hier maken in mijn eentje. Hier, over dit kolossale terrein, met schitterende natuur, met gigantische legervoertuigen. Ik liep daar en ik was een soldaat in Nederland die zo graag soldaat wilde zijn, maar die het in de ogen van de anderen niet was en nooit zal zijn. Ik was in die tijd administratief soldaat. Dat wil zeggen dat ik hierachter in dit gebouw, in deze loods, werkte ik administratief. Wij hielden de bevoorrading bij van legeronderdelen die hier in grote magazijnen waren opgeslagen. Dat was een soort boekhouden wat je deed. Maar ook dat deed ik weer heel ijverig en vooral sneller dan de anderen. Met het gevolg dat wij werkten in een soort keten. Ik zat midden in die keten en ik werkte sneller dan de rest. En dan liep die zaak weer helemaal in de soep. Iedere dag weer opnieuw. En ik moest weer voor de zoveelste keer op een gegeven moment naar die grootmajoor. Ik werd weer op rapport geroepen. En die man die zei tegen mij, soldaat Jaspers, wat nu gebeurt, dat heb ik nog nooit hoeven doen. Ik moet iemand op rapport roepen die te goed werkt. Hij zei, dat is me in 40 jaar militaire diensttijd nog nooit overkomen. Hij zei, als er 10 mensen een balk dragen en de middelste gaat daar hard lopen, dan gaat er iets fout. Begrijp je dat, soldaat Jaspers? Ik zei, ja, dat begrijp ik wel hoor, maar ik was niet aanspreekbaar. Ik deed gewoon wat ik dacht dat ik moest doen. En ik ging met verdubbelde ijver de volgende dag aan de gang. Die mensen zijn daar totaal gek van me geworden. En op een gegeven moment moest ik voor de zoveelste keer bij die grootmajoor. Het leek wel of ik een abonnement op die man had. Moest ik weer komen. Toen zegt die grootmajoor tegen mij, soldaat Jaspers, de staf heeft deze week over jou vergaderd. En we zijn van mening dat je niet in orde bent. Nou zeg, ik dacht dat ik door de grond ging. Zegt die man gewoon dat ik niet in orde ben, terwijl ik alles doe, alles eraan deed wat ik maar kon doen. Hij zegt, nee, we zijn van mening dat jij een heel merkwaardig iemand bent met wie we eigenlijk geen raad weten. En het is goed dat we jou eens laten onderzoeken door psychiaters en psychologen in het kamp Austerlitz. En het eerste wat je in Austerlitz moest doen, je moest voorkomen voor wat we noemden een bloedraad. Die bloedraad die bestond uit militairen die of psychiater waren, of psycholoog, of hoge beroepsmilitairen, grootmajoren. Enfin, ze noemden dat de bloedraad. En ik herinner me goed dat ik onmiddellijk nadat ik hier aankwam in Austerlitz voor de bloedraad moest verschijnen. Daar zitten al die heren achter die grote tafel. En die vroegen aan mij, waarom zit je in Austerlitz? En toen zei ik, ik zit in Austerlitz omdat ik zo graag in militaire dienst wil blijven. Nou, ik heb nog nooit zulke gezichten gezien. Die kerels die zaten in die boeken te kijken, die zaten in die rapporten te kijken. Die zeggen, zeg dat nog eens een keer. Ik hoorde ze dat nog zeggen, zeg dat nou nog eens een keer. Toen zei ik, nou, ik ben heel duidelijk. Ik vind het enige militaire dienst. Ik wil graag in militaire dienst blijven. Nou. Ze keken elkaar aan alsof een gek aan het woord was en zei, ga maar weg, we zullen je gaan onderzoeken, want hier klopt gewoon iets niet. En toen werd ik hier gelegerd in deze barak hierachter. Austerlitz was een kamp voor militairen die graag uit militaire dienst wilden. En het was tragisch om te zien wat hier voor militairen, jongens van 19, 20 jaar, hoe die hier rondliepen. Ik herinner mij een jongen die met de kolf van zijn geweer, een zwaar geweer, zijn hele kniegewricht stuk geslagen had om uit militaire dienst te komen. Ik herinner mij een jongen die liet zich, hij ging staan, zoals nu,
En dan liet hij zich voorover op zijn gezicht vallen zonder zijn handen daarbij te gebruiken. En die zijn gezicht was helemaal bedekt met schaafwonden, wonden van dat vallen. En om de 2-3 dagen moest ik aantreden daar in zo'n klein huis waar die bloedraad weer zat te wachten. En dan kreeg ik weer een afzonderlijk gesprek met een psycholoog en dan weer met een psychiater. En dan zei ze, maar waarom? Wat is er dan dat jij in militaire dienst wil? En ik durfde nooit te zeggen, dan ben ik van mijn vader af. Daar kwam het eigenlijk op neer. Uiteindelijk, na 6 weken, moest ik voor de laatste bespreking komen bij die bloedraad. En daar zaten weer die heren die ik allemaal zo goed kende. En we hadden nooit, ja, ik had geen enkel contact met die mensen. En de man in het midden die het woord voerde, die zei tegen mij, soldaat Jaspers, moet je horen. We hebben van jouw geval kennis genomen. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. We weten er geen raad mee. We hebben daar geen boeken over. We weten gewoon niet meer wat we moeten doen. En ik dacht, nou, dat gaat de goede kant op. Toen zei hij, daar is de deur van deze kamer. Je kunt nu hier je handtekening zetten en dan verdwijn je door die deur. Dan ga je naar huis en we willen je in militaire dienst nu niet en de eerstkomende 2000 jaar nooit meer zien. Want we hebben zwaar genoeg voor jouw geval. Hij zei, we kunnen ook, die kerel, niemand kon erom lachen hoor, ik ook niet trouwens toen. Maar hij zei, je kunt ook terug naar je onderdeel, daar zullen ze wel blij met je zijn, zei hij ook nog, als je dat wil. Je kunt nu kiezen of delen. Iets wat natuurlijk nooit was voorgekomen bij militairen, dat hij voor die bloedraad mocht kiezen of hij in militaire dienst of er uitgestuurd zou worden. En toen zei ik, nou, ik zou dolgraag terug willen naar mijn onderdeel. En die mensen keken elkaar aan. En ach, nu na zoveel jaren, na 35 jaar, begrijp ik dat die mensen gedacht hebben, hier, die man is niet goed snik. Gewoon, dat kun je niet, dat is niet meer te bevatten. En die zei, nou, dan ben je vanaf nu weer gewoon militair en dan ga je terug naar je onderdeel. En toen deed ik iets wat helemaal niet kon. Toen zei ik, mag ik dan even bellen? En die mensen keken al vreemd, stond een telefoon op tafel en ik bel het nummer van de 128 TD Depot Compagnie. En ik vraag aan de centrale om mij door te verbinden met de grootmajoor. Dat kan helemaal, dat kan niet in militaire dienst. En ik zeg, hallo grootmajoor, ik kom er weer aan hoor. En die man was zo verbouwereerd. Ik zeg tegen hem, kunt u niet een jeep sturen om me op te halen? Nou, dat komt dus helemaal niet. Ik bedoel, dat doe je met prins Bernhard en doe je met de generaal. En die 5 mensen aan die tafel, die zaten versteend aan die tafel te kijken. Die dachten, dit kan niet, dit maken we nooit meer mee in ons hele leven. En inderdaad, die grootmajoor, die wist ook niet wat hij moest zeggen. Ja hoor, zei hij, ik stuur wel een jeep. Toen heeft hij een jeep gestuurd. Binnen 3 kwartier was hier een jeep. En toen heb ik het volgende gedaan. Toen zei ik tegen die soldaat die de jeep bestuurde, zei, doe mij een lol. Rijd mij nog 1 keer hier door dat complex van barakken over die weg. En dan doe ik net als generaal. En ik ging dus rechtop in die jeep staan. En ik groette dus iedereen, al rijdende hier door de bossen, langs de barakken. Zo ben ik heel Austerlitz doorgereden. En ik heb op die manier Austerlitz verlaten. En ik dacht, ik ga terug naar mijn onderdeel. Het leukste wat er is. 18 lange maanden ben ik hier in militaire dienst geweest. Tot grote tevredenheid van mezelf. En tot verwarring van iedereen die er voor de rest op het kazerneterrein rondliep. Behalve alweer diezelfde grootmajoor. Die kwam afscheid nemen. En die zei, soldaat Jaspers, zoals jou zijn er niet veel mensen. En die gaf mij een pasje waarin je conduite staat. Hoe je militaire dienst volbracht hebt. En ik was de enige van 2 compagnies. Dat zijn 240 man. Ik was de enige waarin stond, soldaat Jaspers heeft zijn militaire dienst uitmuntend vervuld. Vaarwel, militaire dienst. Ik zie u nooit meer.
Volgende week dezelfde tijd, aflevering 4 van Het leven van Giet Jaspers.